was heel verdrietig, bang, was opgejaagd. Ze ging op een gegeven moment mij via Facebook of Instagram berichten sturen. Zo van, ga dood, kanker, slet, dat allemaal. Ik had gewoon het gevoel dat ik nergens meer veilig was. In deze video ga ik jullie een moeilijk verhaal vertellen. Elke dag ook kreeg ik het te horen van, ga weg, niemand mag jou. Vonden mij gewoon niet goed genoeg. Thuis was mijn veilige plekje en dat was ook van afgelopen.